Ik ben begonnen met turnen door mijn oudere zus. Mijn oudere zus Catalina, zij turnde ook. Ze heeft me dan thuis op een matras een flik en een salto geleerd. En dan zo ben ik dan samen met haar naar de club gegaan, zit op de deur en dan ben ik begonnen met turnen daar in de club. Ik heb ondervonden dat ik wat talent had op een redelijk late leeftijd. Eigenlijk pas op mijn 16 jaar, na het EK als junior in 2016. Dan heb ik eigenlijk ondervonden van, oh kijk, ik ben eigenlijk wel wat talent eigenlijk en ik kan ook wel iets groot betekenen in dit kleine land. Dus ik had er vol voor gaan en ik wilde dit echt mijn ding van maken van turnen. You say that you stop doing gymnastics because you copy your sister. Is she better than you? Mijn zus is niet beter dan mij, nee. Want ik turn nog altijd en mijn zus stopt met turnen. Dus ik ben nog de enige turner op hoog niveau in onze familie. Just making sure, man.